Stel u zelf voor in exact 30 seconden. Mijn naam is Frederik Kerens, ik ben 50 jaar oud. Ik woon in Brussel, meer bepaald in Neder-Overeenbeek en ben vier vader van een zoon van 11. Ik kom op voor het Vlaams parlement als lijsttrekker voor het Vlaams Belang. En ik zou jullie oproepen om te kiezen voor het Vlaams Belang. De partij die luidop zegt wat velen onder ons jaren stilletjes denken. En een keuze voor het Vlaams Belang is een keuze van gezond verstand. En ik kan u alleen maar oproepen, gebruik uw gezond verstand op 26 mei. Stem Vlaams Belang. Waarom stapt u in de politieke strijd? Ik ben eigenlijk al 30 jaar politiek actief. En 30 jaar geleden ben ik in de politieke strijd gestapt door de wijziging in de nationaliteitswetgeving. Ik moet eigenlijk toegeven, ik ben geboren als vreemdeling, als Nederlander. En ineens kreeg ik een Belgische identiteitskaart in mijn handen gestopt, want dat was beslist in het parlement, zonder dat ik dat gevraagd had. En ik vond dat vreemd, ik vond dat heel vreemd, dat dat zo een invloed had op mij, een beslissing in het parlement. En dat heeft mij doen interesse krijgen in de politiek en uiteindelijk besloten om dan ook te doen aan politiek. Waarom het Vlaams Belang? Juist omdat ik dat heel vreemd vond, een staat die zo smijt met zijn identiteit. Ik vind identiteit iets heel belangrijks. En een identiteitskaart, ja, dat is van iemand die behoort tot een bepaalde staat. Ik had er niet om gevraagd om Belg te worden. En de enige partij die zich daar destijds tegen verzette, dat was het Vlaams Blok. En ja, de stap werd dan gemakkelijk gezet. En toen heb ik ook vrienden leren kennen daar, die nu nog altijd politiek actief zijn. De generatie 50ers van het Vlaams Belang, well, die waren toen 20ers. En zo hebben we elkaar gekend. En het is een heel lang avontuur van 30 jaar geworden. En hopelijk nog veel langer. Welke quote heeft u gekozen? Wel, mijn quote is de quote van onze campagne. Eerst onze mensen. En waarom is dat de quote die ik gekozen heb? Wel, als we kijken bijvoorbeeld naar de cijfers van de armoede, cijfers van leefloners, we zien dat 90% van de leefloners in Brussel van vreemde komaf zijn, van buitenlandse komaf zijn. Dan is toch dat er iets scheelt. Allee, dat men eigenlijk zoveel geeft aan immigranten, en dan zien we dat er heel lijsten zijn, lange lijsten zijn en wachtrijen zijn van eigen mensen die aan het wachten zijn, zeg ik, er schorst toch iets. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Wel, als politiek voorbeeld, dat is een moeilijke vraag. Ik kon er heel lang over zitten nadenken. En uiteindelijk, een persoon dat ik echt vind dat hier eigenlijk mag genoemd worden, dat is oud-senator Roeland van Walleghem. Maar dat is ook de man die in 1991 verkozen werd voor het Vlaams Blok. En dat was eigenlijk ook de man die mij letterlijk heeft doen engageren binnen de partij, binnen het Vlaams Blok. En Roeland, dat is zo'n atypische politicus. Dat is niet de man van de tribune, maar dat is van de man die tussen de mensen staat. En heel veel ook deed voor de mensen. De politicus die echt tussen de mensen op straat was en is. En dat is mij altijd bijgebleven. Wat zijn uw politieke interesses? Politieke interesses zijn zeer breed, om heel eerlijk te zijn, zeer breed. Als Brusselaar uiteraard in de commissie Brussel, maar ook commissie Media en eventueel buitenlandse zaken zijn zaken die mij interesseren. Waarom? Ja, Brussel, dat is nogal duidelijk. Als Brusselaar vind ik het heel belangrijk dat er eigenlijk meer Vlaanderen in Brussel gehoord wordt en meer Vlaanderen in Brussel ook actief is. Wat dat media betreft, ja, ik vind het toch belangrijk dat men een keer eens nakijkt op welke wijze dat de media eigenlijk gesubsidieerd wordt en zo. En daar toch eens eigenlijk een beetje de opvolging van te doen. En buitenlands beleid, ik vind het belangrijk dat Vlaanderen als natie een belangrijkere plaats krijgt, een meer omvangrijke plaats krijgt op internationaal vlak. Maar wat mij het meeste interesseert eigenlijk is deregulering. Ik vind dat we veel te veel regeltjes hebben. En die regeltjes die worden meestal in het parlement gemaakt. En eigenlijk zouden we een keer eens de andere beweging moeten doen. Dus eigenlijk meer vrijheid geven aan de mensen en minder reguleren. Wat kan er anders en beter in de politiek? Er kan veel anders en beter in de politiek. Ik zei het al, deregulering in plaats van te reguleren. En vooral eigenlijk, ik denk wat er beter zou kunnen, dat is meer rechtvaardigheid. Je ziet dat in de politiek heel veel onrechtvaardigheid eigenlijk wordt opgelegd bij de beslissingen. En ik denk dat we dus meer de rechtvaardigheidsnorm tegenover de burger moeten hanteren. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Ik heb een
potlood meegenomen. Een klein rood potloodje. En dat staat eigenlijk symbool voor een stempotlood. En dit is een klein voorwerp met een enorm grote macht. Het is nu aan de kiezer om te beslissen hoe dat het parlement zal eruit zien na 26 mei. En ik kan alleen maar de kiezer oproepen om eigenlijk Vlaanderen in een andere plooi te leggen, om te kiezen voor het Vlaams Belang. En daarom, gebruik dat. Dat is de macht dat je hebt als kiezer, als burger, één keer om de vijf jaar. Belangrijk instrument.